chef. Je had gebeld, man. Chef? Hey. Chef. Je controleert hier het bewustzijn door voorzichtig aan de schouders te schudden en de patiënt aan te spreken. Probeer je afstand te bewaren in de mate van mogelijk. Aangezien het openen van de luchtweg risico geeft op aerogene verspreiding, ga je de luchtweg deze keer niet openen. De ademhaling controleren doe je ook op verdere afstand. Kijken en luisteren naar de ademhaling doe je door opnieuw te kijken of de borstkas omhoog komt van op afstand, te luisteren of dat je eventueel ademhaling hoort en je gaat voelen door je hand op de borstkas te leggen. Vooraleer je start met thoraxcompressies, leg je een handdoek of masker over de mond en de neus van de patiënt. Dit omdat het geven van thoraxcompressies aerogene verspreiding kan stimuleren en zo dus het risico op besmetting verhoogt. Indien de luchtweg van de patiënt is afgeschermd, start je met continue thoraxcompressies. Dit zolang je alleen bent, omdat het geven van beademingen wordt afgeraden in een COVID-periode. Ik ga dan even aanzetten. Perfect. Trainingsgebruik. Roep om hulp. Analyse. Hartritme. Raak de patiënt niet aan. Houd afstand. Schok geadviseerd. Bezig met afstand. Opladen. Houden, iedereen? Ja. Druk op knipperende schok. Schok 1 toegediend. Okay. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Start hartmassage. Door het toepassen van de vierhandentechniek is er toch nog de optie om te gaan beademen in een COVID-periode. Doe dit enkel als je vertrouwd bent met deze techniek. Eén persoon zal aan het masker gedurende de hartmassages op het gezicht houden met twee handen. Geef hyperextensie na 30 compressies en de persoon die de hartmassages geeft zal ook de beademing gaan uitvoeren. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut en 30 seconden. 35, 36, 37, 28, 29, 30. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut en 15 seconden. Jo, ik stel voor dat we bij de volgende ritmeanalyse afwisselen dat jij begint te pompen. Oké? Prima. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut. Ga door. Ga door gedurende 45 seconden. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ga door. Door gedurende 30 seconden. Ga door. 28, 29, 30. Ga door gedurende 15 seconden. Stop na 5, 4, 3, 2, 1. Stop reanimatie. Stop nu. Raak de patiënt niet aan. Analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Iedereen los, ja. Analyse. Geen schok geadviseerd. Het is veilig.